Welkom bij een nieuwe piepshow. En wat voor een. We zijn het afgelopen jaar al best wel redelijk vaak van het stoeltje gevallen. als er weer iets gebeurt in de gamesindustrie. En afgelopen vrijdag was het weer raak. Phil Spencer, de grote baas van Xbox. De man die alles bepaalt de laatste jaren, gaf een interview bij Kind of Funny. Een platform, een mediaplatform. En um, ja, daar zei hij nogal wat dingen na um, naar aanleiding van Redfall, de mislukte launch en het feit dat er maar gewoon geen vette games. First-party-titels uitkomen voor de Xbox. Wat de fuck is er aan de hand? En Phil Spencer had daar wel een antwoord op. En we hebben dat allebei gekeken. En um... het was mind-blowing, je, hè? Het is het, historisch. Het was fucking mind-blowing. Ja. Ik heb deze. Jij stuurde me op een gegeven moment een berichtje. Van, je moet even dit interview kijken. Ja, gisteravond, zondagavond. Inderdaad. En ik, uh, ik heb het zitten kijken. En uh, met <laughs> ja, name op het einde. Je werd meteen depressief. <laughs> ik werd gelijk depressief. En op het mijne, ik heb het nog een keertje gekeken. En uh, zeker met het sentiment van het einde van het interview, nog een keer het hele interview te gekeken. En het is echt. Uh, ik heb uh, in de geschiedenis van de gamesindustrie nog nooit eerder zoiets gezien. Uh, waar gaat dit over? Phil Spencer, de directeur van uh, Xbox, van de Xbox-afdeling binnen Microsoft, uh, was te gast bij een, bij een podcast. En um, ja, hij doet er een boekje open over uh, de visie van uh, Xbox, over de toekomst van Xbox. Uh, over de marktpositie van Xbox. En um, ja, misschien moeten we even een heel klein stukje kijken voordat we erop ingaan. Ja, inderdaad, het idee is, krijgt wat er uh, inderdaad, hier heeft hij het duidelijk over de vraag: van oké, okay, wat, wat, wat gaat Xbox nou doen? Waar, waar staan ze en wat willen ze en wat kunnen ze? En um, dit was zijn opmerkelijk antwoord. Ja, oh, geluid. Yes, it's play the games you want with the people you want anywhere you want. We want Xbox to be something that people who buy our console can feel like they're a member of. Obviously, who are playing on PC, who are playing on cloud, that they feel like feel like they're full members um, of our ecosystem. Game Pass players can play um, on many different devices, and, and we remain fully committed to that. Um, we're not in the business of out consoling Sony or out consoling Nintendo. Um, there isn't really a great Solution or win for us. And I know that will upset a ton of people, but it's just the truth of the matter is that when you're third place in the console marketplace, and the top two players are as strong as they are and have, um, in certain cases, a very, very dis discreet focus on doing deals and other things that will um, that kind of make being Xbox hard. For us as a team, that's on us, not on anybody else. Our vision is that everybody who's on console has to feel like they have a great experience and they're a first class citizen. They've invested a ton in our platform. But, but we are not in a position, and I, I see it out there. I see commentary that if you just build great games, everything would turn around. It's just not true that if we go off and build great games, all of a sudden you're gonna see console share shift. In some dramatic way, we lost the worst generation to lose in the Xbox One generation, where everybody built their digital library of games. Um, so when you go and you're building on Xbox, we want our Xbox community to feel awesome. But this idea that if we just focused more on great games on our console, that somehow we're gonna win the console race. I think doesn't really lay into the reality of most people. Like 90% of the people okay. every year who walk into a retailer to buy a console, are already a member of one of the three ecosystems. Oké, okay. juist. Okay. Jesus fucking Christ. Wat ja. zegt Phil Spencer hier? Hij zegt dat: ook al maken we een game, ook al is Starfield 11 uit 10, zo goed gaat hij zijn dat het nu echt geen drol gaat uitmaken voor de positie van Xbox in de markt. Mm -hmm. En dat is fucking bad shit crazy. In elk is het zich, niet waar of is het bad shit crazy? Want het is realistisch gezien heeft hij een punt. Want nee, ik, hij heeft geen punt. Dit is, nee. Ten eerste is het gewoon niet waar. Ik bedoel, okay, jij... um, toen PlayStation de markt opkwam... was mm -hmm. Nintendo heer en meester okay, in het consolespectrum. Okay. PlayStation heeft die markt veranderd met een ander soort games, met Klopt. een ander soort propositie. Ja. Vervolgens kwam, um, uh, uh, weet je, Nintendo raakte in, in, in slechter weer. Met moest de Wii U, zich, de met de Wii U uh, eigenlijk, eigenlijk het grote probleem lag bij de Wii, maar anyways, we zagen het pas optreden bij de Wii U. Ja. En Nintendo werd gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden en ontdekte de Switch. En, 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 Van 35, en, 35 miljoen Wii U naar 122 miljoen Switch ja nou goed was die Wii was een beetje een outlier want de Wii had er al 100 miljoen gedaan ja, maar, en toch. Die, maar toch ja. weet je de switch is een gigantisch succes um, Xbox daar is iets heel anders aan de hand en nog heel eventjes over wat hij zegt van zelfs als zouden we geweldige games maken dan zou dat nog niet zo heel veel uitmaken voor Xbox als platform mm -hmm. waarom en ik ga zo meteen antwoord op de vraag geven die ik nu stel maar waarom zou je wat is het? 65 miljard uitgeven voor Activision Blizzard. 8 miljard voor Bethesda. Weet ik hoeveel nog? 2 miljard voor Minecraft. Uh, um, weet ik hoeveel miljarden in totaal? Mm -hmm. Als je doelstelling niet is om van Xbox het allergrootste gamemerk in de wereld te maken, mm -hmm. ze zijn met iets anders bezig. En, maar laten we eerst laten we daar zo op ingaan. Laten we eerst mm -hmm. eventjes ingaan op de. de ellendige boodschap die Phil Spencer hier eigenlijk nou ja, geeft. Dat is het, het grappige hiervan. En in Brieven Maandag hebben we het hier ook deels hebben we het hier over gehad. Um, even journalistiek gezien. Uh, um, tegenwoordig is het heel erg moeilijk om zeker dit soort mensen, CEO's, hele gasten die hoog in de boom zitten, om die ook maar enigszins Opmerkelijke uitspraken te ontlokken of kritisch op zichzelf te uitzaken. Hè? Ja, het is, tuurlijk, het, het is het allemaal volgprobe. Ja, maar het is, het is beursgenoteerd. aandelenkoersen. koersen, Precies, weet ik wat, het belang is zegt. gigantisch. En um, perceptie en, en het is nog niet eens wat je zegt, maar hoe je het zegt. dat is insane belangrijk uh, voor het voortbestaan en, en, en het succes van je bedrijf. Aan de ene kant. Kun je, uh, 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 en dat, zie, dat lees ik dan ook op social media, dat heel veel mensen nemen. Hè, je hebt dus mensen die het belachelijk vinden. En, en, en heel veel punten uh, waar wij het straks over gaan hebben. Je hebt de mensen die zeggen: Ja, maar het is toch wel tof dat hij zo openhartig en zo eerlijk is. En dat soort dingen. <laughs> dat zou je kunnen zeggen. Maar het ontslag op staande voet zou gepast zijn. Ja, Naast een openhartige toespraak. Bedoel, exact, want, want hij mm. sloopt hier de marktpropositie van Xbox. Ja. Want hij zegt... het maakt niet uit wat we doen. We zullen nooit... Uh, uh, een, een, een iets kunnen veranderen. Wij zullen nooit... Sony kunnen outconsolen. Of Nintendo nee. outconsolen. Het stomme is... Kijk, Nintendo kan zeggen... Wij gaan de consoleoorlog niet aan. We mm -hmm. hebben onze eigen strategie. Ja. En die strategie die werkt. Weet je? Dat is een strategie waarbij ze winst maken op de productie van consoles. Waarbij ze uh, 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 hardware technisch gezien misschien wat minder uitgespekte consoles maken. Ja. Uh, maar ze maken een bepaald soort videogame met een bepaald soort visuals. die juist daarop prima tot hun recht komen. Waardoor mm -hmm. de speler er eigenlijk geen. Uh, benul van heeft dat die dat de specs van die consoles minder zijn en dat is briljant, dat is gewoon ja. geniaal. En daar, daarin behalen ze een gigantisch succes, want dat betekent dat ze relatief goedkoop in de markt kunnen stappen. Mm -hmm. um, weet je, een switch is niet al te duur, uh, tuurlijk. Die games zijn duur, maar de kwaliteit van die games is topnotch. Dus die twee dingen gaan hand in hand. Dus als jij een eerste plaats hebt, dan kun je zeggen: Van luister, ik, ik ga, doe niet mee met nummer twee, want wij willen eerst zijn. Dat is oké, okay. maar als jij de fucking derde plaats bent, weet je als jij zegt, als jij een voetbalclub bent en je staat derde in de ranglijst en je zegt van ja, ja. sorry, maar wij zijn gewoon niet het soort club wat gaat concurreren met nummer 1 en 2. Nee. Dan ben je niet goed bij je fucking hoofd. En dat is wat hij doet. Dat is insane. Nee. Je kunt niet op een derde plaats zeggen nummer 1 en 2, daar, ja, daar kunnen we nou helemaal niet van winnen. Dus dat gaan we niet doen. Dat is fucking insane. Dat is, dat is the name of the game. Dit is wat je aan het doen bent. Je bent in die markt gestapt omdat ja. je het beste product hebt. Omdat je wil concurreren. Omdat je de wereld wil overtuigen van je visie. En wat doet hij? Hij zegt ja, maar dat kunnen we niet. Nee, ook al nee. geven we nog 100 miljard uit. Het grappige, het, je, je hebt gelijk. Uh, wat Nintendo slim doet, is ook die strijd niet opzoeken. Zij, zij hebben het niet over. Nummer 1 zijn omdat Play... ze conceptueel beter zijn. Nou ja, en omdat ze, ze weten gewoon donders goed dat ze die strijd ook daar valt niet zoveel te winnen. Weet je, want dan ga je appels met peren vergelijken en dat, dat wordt sowieso raar. Dus ze trekken zich er ook helemaal uit in elke uiting. Ze zullen het nooit hebben over die andere partij. Ze voeren vaar hun eigen koers en soms lukt die en soms lukt die niet. En als die niet lukt, dan gaan ze herijken en dan gaan ze een nieuwe koers vullen. Maar nooit zeggen zij: uh, wij zijn op dit moment de nummer 2 console. En hij zegt dat ook op dit moment. Weet je wel, PlayStation kan zeggen: we zijn markt Leider, uh, maar ze zullen ook nooit zeggen: We zijn de nummer twee. Maar weet je wat ik zou depressief precies eventjes ja. als Xbox-fan? want ik, bedoel, ja. ik ben eigenlijk vanaf het moment van de allereerste Xbox-fan heb ik echt een warm hart gehad voor Xbox. Ja, weet je dat tot, tot de dag van vandaag hoor. Ik bedoel, dat is nooit echt weggegaan. Ik vond de Xbox One ontzettend kut in de markt gezet, maar mm -hmm. voor de rest, de Xbox, de Xbox 360 uh, en de Xbox Series X, het behoren tot mijn favoriete consoles. Alle tijd, ja, ik. Als Xbox-fan die al dat geld heeft geïnvesteerd in die platformen... Ik heb er geen fuck mee te maken dat PlayStation nee. 5 beter verkoopt dan de Xbox Series X. Nee. Want voor mij is de Xbox Series X is mijn console van keuze. Dat is ja. waar ik het meeste tijd op doorbreng. Ja. Hoe is het... Waarom gaat hij lopen vertellen dat ik een console heb die een derde plek heeft? Ik bedoel, luister, misschien verkoopt hij minder dan de PlayStation 5... En verkoopt hij minder dan de switch. Maar daar heb ik geen donder mee te maken. Want nee. voor mij is het de eerste keuze die ik maak, want het sluit aan bij mijn mijn gamesmaak, weet je? Ik wil, ik heb ook een Switch, maar ik vergelijk die dingen niet met elkaar, weet je? Mm -hmm. Ik ga niet zeggen van, ja deze verkoopt meer, dus dat is de betere console. Nee, hier speel ik Zelda op en hier speel ik fucking Warzone op. Dat zijn ja. twee totaal verschillende gamebelevingen. Je kunt niet zeggen we hebben een derde plaats, mm -hmm. want het is niet, het is niet de fucking Jupiter League of nou ja, de Eredivisie. Dat, ik veel. dat is het rare, want Phil heeft ook al een aantal keren in het verleden gezegd dat hij af wil van die fucking console race. Omdat dat niet belangrijk is. En nu komt hij er opeens mee. Ja, nu hij, gaat... Gaat... hij bombardeert zichzelf tot verliezer in ja. die console Dat is fucking insane. Ja. En de vraag is, dat heeft hij eerder nooit zo gedaan. Weet je, een derde nee. plaats is voor elke manager, het maakt niet uit. Al ben ja. je de fucking kruidenier in de straat... en zitten er twee naast je die het beter doen... dan is een derde plaats is niks anders dan een uitdaging om het beter te doen. Mm -hmm. Op dit niveau waarop hij opereert... <laughs> we hebben het over Silicon Valley, we hebben het over Amerika... Ja. waarschijnlijk de meest competitieve uh, industrie... Uh, op de meest competitieve plek in de wereld... Ja. Daarin zit deze CEO. Die letterlijk op de, de grootste aap is op het puntje van de rots. Er ja. zitten weinig apen meer boven hem. En hij gaat zeggen van. Luister het wordt toch nooit wat met de producten van ons. Ja nee. Dat, dat is het flabbergasting van deze hele, uh, 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 um, deze hele video. Het is ook wel, wel grappig om te zien hoor. Ik zal even gewoon alleen even op uh, de stil laten zien. Uh, want. Ik, ik laat hem niet aan. Die, ja, die, die andere guy, die, die, die kerel die rechts van uh, ja. Phil Spencer zit, uh, uh, die werkt volgens mij ook voor Max. Dat weet ik niet. Hond, uh, zo, maar hij ik heeft, heeft iets gedaan, in ieder geval in de development scene. Uh, die inderdaad. gast is zo ongemakkelijk. Nou, allemaal, soort... hè? Ik allemaal. Kijk, hoe worden dit soort dingen ingestoken? <laughs> ja. inderdaad, die, die, die gezichten. Ook die guy recht, die zijn lippen zo van oh, fucking hell, wat zegt hij? Die gast links, die zoiets heeft van. Oh, Oké, ik ga terecht. Je hebt zoiets van. Um, ik verstop me even achter mijn hand hier. Ja. Ik heb even heel erg jeuk aan mijn ogen. Maar, maar dit, dat is het ook. Van, kijk, dit soort mensen. Um, je, hebt, je hebt ze niet. Je hebt een 06-nummer niet. En als je ze 06-nummer hebt, dan. Je doet dat via de officiële weg. Of het nou door Microsoft zoiets had van. Oh fuck, man. Dit gaat niet goed met Redfall. Kind of funny is voor ons een, een fijne plek om ons woord te doen. Want het is, het is Xbox, weet je wel. Dus het worden niet zo heel erg. Da, daar kunnen we wel wat mee. Of zij hebben. Hem opgebeld, deze mensen van hey, uh, Phil Spencer wil uh, zijn woord doen, of ze hebben misschien wel gevraagd van hey, Phil Spencer wil je wat zeggen. Vervolgens komt hij daar dan op afspraak en ik denk dat ze allemaal dachten van oké, okay, we gaan een beetje damage management doen, we gaan het even een be beetje wat, wat kritische vraagjes stellen over Redfall waar het niet goed is. En in één keer loopt die helemaal leeg en zitten die gasten open? op een gegeven moment ook echt zo van. Ja, wat moeten we nu nog zeggen? Want hij zegt nou ja. op een gegeven moment ook in dat interview, en kijkt het vooral thuis, het is echt fascinerend. Uh, van oké, okay, uh, uh, ja, dit was wel heel depressief. Laten we iets positiefs doen. En dan Phil dan zegt: van, Nou, sorry, maar daar ben ik niet voor in de mood. Weet je, ik ben een beetje cranky. Dus okay, En, en maar, dan gaat het gewoon door. Maar laten we het daarover hebben. Ja, waarom? zegt er digital. Oh, sorry. Ja. ja, waarom zegt hij dit? Waarom, waarom verklaart hij Xbox? Want hij mm -hmm. maakt wel in dit gesprek maakt hij onderscheid tussen Game Pass en Xbox. Ja. En dan zegt Game Pass is een groot succes en laten we eerlijk wezen, Xbox heeft nog nooit zoveel geld omgezet als nu, dankzij Game Pass, niet mm -hmm. dankzij Xbox. Um, ik vind dat die twee dingen niet losgezien kunnen worden van elkaar. Maar Phil Spencer, overduidelijk uh, wel. Hij trekt ze uit elkaar. Ja. En hij zegt, uh, we hoeven niet meer Sony en Nintendo te consoles, Want we hebben een ander concept. Dat heet Game Pass. En daarmee kunnen we uh, uh, ja, veel meer winst maken. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Maar ja. hij zegt het op een depressieve manier. Ja. En laten we het daar eventjes over hebben. Wat is er gebeurd? Want. Je zou geneigd zijn om, dit, om de conclusie te trekken als je dit ziet: dat je denkt van Phil Spencer voelt dat hij op de schopstoel zit. Weet je? Dat, mm -hmm. hij, dat hij gewipt gaat worden, dat hij ontslagen gaat worden. Maar ik kan je vertellen: op dit niveau, op ja. het niveau van uh, het, het uh, uh, managementteam van Microsoft. Gebeurt dit niet op die manier? En nee, laat ze niet nog even losgaan in een podcast. Nee, het is niet zo van: weet je, ga jij eens eventjes twee maanden proberen of je er nog wat van kan maken? En daarna denken we eigenlijk dat we je niet uh, je contract gaan verlengen. Nee, dat gebeurt niet. Wat er gebeurt is dat je per direct op non-actief wordt gesteld. Je weet je, je wordt gevraagd, je secretaresse zegt tegen je van luister. Satjen Nadella, de grote directeur van Microsoft, die wil je even spreken. Dan weet je al hoe laat het is. Dan ga je neem je de lift naar boven, helemaal naar, naar het topje van het gebouw. Uh, dan ga je in een stoel zitten, Satjen draait zijn, zijn bureau naar je om. Want die zit met zijn rug naar je toe en die zegt: Van luister, Phil, um, het is tijd om je advocaat te bellen. Um, je bent per, per direct op non-actief gesteld. Ja. En um, dan <kwijnt> worden er ook niet meer dit soort podcast gegeven. Dat nee. gebeurt niet meer. Het stopt op dat ogenblik per direct. Dat is een grote beslissing. Dat gebeurt niet zomaar, want dat, dat, dat heeft. Uh, impact op aandelenkoersen. Mm -hmm. uh, dat is, gaat niet over één nacht ijs. Je hele strategie voor je console uh, is eigenlijk geformuleerd door uh, deze Phil Spencer. Dat doe je niet zomaar. Dus mm -hmm. dat is niet gebeurd, want anders had hij hier niet. Dus da dat is sowieso niet gebeurd. Mm -hmm. Wat is er wel gebeurd? Ik denk dat er wat, een brainstorm... Wat, ja, maar... wat denk jij dat er wel eens gebeurd nou, ja, is? Ja, ja. wat, wat ik denk dat er is gebeurd... is dat er is een uh, brainstorm geweest... Uh, binnen Microsoft Management Team. Um, waarbij um, Phil Spencer eigenlijk... Min of meer te horen heeft gekregen. dat um, uh, hij een groot succes heeft betaald met Game Pass. maar dat uh, de Xbox zelf um, eigenlijk verlieslatend is. Mm -hmm. En uh, dat uh, hij zijn focus moet verleggen. naar een toekomst voor Game Pass. zonder. Het Xbox-hardware-platform. En dit is iets wat we al vaker uh, hebben besproken. De kans bestaat natuurlijk dat Microsoft, wat een gigantisch bedrijf is, wat een krankzinnige omzet haalt. Mm -hmm. uh, daarvan is de omzet van de Xbox-divisie is marginaal. Dat is mm -hmm. altijd marginaal ja. geweest. Dus dat betekent dat die divisie altijd een beetje als doel heeft gehad om iets te doen wat Microsoft nog niet deed. Weet je, dus helemaal in het begin van Xbox, dat weten we ook er werd dat team ingezet om een beetje de vernieuwing te zijn, weet je. Op een gegeven moment werden uh, medewerkers van uh, Xbox, die uh, werd opgedragen dat ze Microsoft op hun naamkaartjes moesten zetten. En dat wilden ze helemaal niet. Want Ze, hadden, ze wilden helemaal geen onderdeel van Microsoft zijn, want ze waren die rebellen die daar uh, bezig waren om, uh, om binnen dat bedrijf een soort start-up te runnen. Nou, op een gegeven moment zijn ze in het gareel geramd door Microsoft, uh, met name Xbox 360. Zag je al dat dat natuurlijk, dat, dat ging niet goed met, die, met de hardware development, de red ring of Dev, dat mm -hmm. soort dingen, maar goed, um, anyhow, uh, uh, je zag dat dat Xbox-team aan de slag ging om doelstellingen uh, te formuleren die zouden bijdragen aan het grotere doel van Microsoft als als geheel. En wat je toen zag in eerste instantie met de launch van de Xbox One. Is dat ze die doelstelling hadden van Microsoft moet de woonkamer in? Nou, hoe gaat Microsoft de woonkamer in? Want het idee was: daar kunnen we allerlei diensten verkopen. Weet je, dan kunnen we bijvoorbeeld uh, uh, Netflix-achtige diensten uitrollen, uh, Office. Uh, dat hebben we al voor de zakelijke gebruikers. Maar we willen eigenlijk ook dat dat een, een rol speelt in, in, in de woonkamer. Nou, hoe gaat dat eruit zien? Nou, dat wisten ze allemaal niet. Uh, maar Xbox is natuurlijk een, een apparaat wat onder je televisie staat. Mm -hmm. Dus hadden ze bedacht: dat heeft uh, de beste papieren om de woonkamer te veroveren. En op de rug van die woonkamerverovering allerlei entertainmentdiensten. Uh, mee te nemen, die verkocht zouden kunnen worden door Microsoft. Dat was ook het idee, uh, dat rare idee, dat je dus je, je set-top box, weet je, je televisie moest doorlussen via Xbox, zodat je allemaal extra functionaliteit had. Nou ja, dat is een krankzinnig idee. Het is nooit, uh, nooit wat geworden. Maar daar zag je al van, dat had geen enkele gaming doelstelling. Het was gewoon, de doelstelling was om Microsoft te pleasen. Nou, met, um, uh, met de Xbox Series X exact hetzelfde. Wat is daar gebeurd? Opeens begon Microsoft uh, zich te mengen in die die, uh, oorlog over die clouddiensten en dat deden ze heel erg goed en Microsoft met name goed om in al die landen waar Microsoft actief is mm. om daar allemaal deals te sluiten om daar datacenters neer te zetten via um, ja, goed het is allemaal groene energie politiek en goedkope energie voor Microsoft dus dat is allemaal heel voordelig voor daar zijn ze heel effectief in gebleken maar goed dan moesten die diensten nog verkocht worden dus het idee was van nou met, met bijvoorbeeld uh, met die Xbox kunnen we allerlei gaming cloud diensten verkopen nou dat, dat is wat game uh, PES geworden is. En dat is heel succesvol. Dat werkt heel goed. Maar er is nog meer succesvol. En dat is namelijk en daar begeven we ons een beetje op het uh, vlak van de complottheorie. En het is mijn complottheorie. Ik zeg het er even duidelijk bij. We weten niet of dit waar is, maar dit is gewoon mijn... mijn, mijn ik zit hardop te denken, wat kan hier gebeurd zijn? Sony is klant bij Microsoft. Dus het Sony PlayStation-platform, alle online diensten, hun streamingdiensten, hun clouddiensten, alles draait op Microsoft datacenters. Dat draait op Azure, uh, Azure of Azure, zo heet die dienst. Um, dus Sony is een hele grote klant van Microsoft. Misschien is Sony wel zo'n grote klant van die clouddiensten dat ze gezegd hebben van, weet je wat? Um, als je wil dat wij daar klant blijven, hou je Game Pass, blijf dat doen. We bieden jullie een deal aan dat jullie Game Pass kunnen uitrollen op PlayStation. Maar je kilt de Xbox-hardware-brand. Dat betekent dat zij groeien mm -hmm. uh, in de, in de hardware-space. Um, maar een ja, verliezen eigenlijk in die digitale dienstenspace. En dat is namelijk exact waar die hele strijd met die CMA en, en die aankoop van Equation mm -hmm. Blizzard over gaat. Ja. Dit is die strijd. En het zou zomaar kunnen zijn dat er op topniveau besloten is: van luister, wij gaan geen Lucie en geen oorlog maken met Sony. We gaan de taart verdelen. Wij doen de clouddiensten, zij doen de, uh, de hardwareverkoop. Ja. Microsoft is helemaal niet goed in de hardwareverkoop. Dat is altijd een beetje een mm -hmm. soort. Pijnpunt geweest, weet je Zeker. ook? Met die, weet je, en dan, dan hadden ze weer een hardware-divisie en dan schaften ze het weer af. En nu zijn ze weer terug met die service tablets en die service computers en dan op straks gaat het ook weer weg. Want hardware is niet echt des Microsoft. dus dit is mijn persoonlijke complottheorie. Ja? dat Sony en Microsoft een deeltje hebben gesloten. Dat Phil Spencer dat gehoord heeft en dat hij zo uit het veld is geslagen omdat hij donders goed weet dat hij zelf uh, de, de nagel- en doodskist is geweest van Xbox. Xbox had verkocht moeten worden door Microsoft. Xbox moet op zichzelf staan. Maar wat heeft Microsoft gedaan? Microsoft kilt het omdat het een te kleine business is. Ja. En zeker omdat het uiteindelijk uh, de groei van die cloud business in de weg staat. Ik denk dat dat gebeurd is. Maar nogmaals, het is mijn complottheorie. Maar het, verklaart zijn, ja. het verklaart zijn sentiment. Um, ja, behalve... Ja, oké. Okay. Maar dan, dan, dan is het nog steeds zo... Fred, want hij, hij rijdt nu een beetje... Zo... Zijn baas in de wielen, als het ware. Het karretje nee, nee, nee. De hij, is, hij is gewoon. Of hij is afscheid aan het nemen. Nee, hij is altijd emotioneel geweest. Ja. dat is hij altijd hey, al geweest. Zeker? Hij is iemand die zich niet door een PR-team laat sturen. Nee. Hij heeft gewoon zijn hart op zijn mouw zitten. Ja. en dat is. Dat, dat zie je hier namelijk. Je ziet hem. Hij zit nog net niet met tranen in zijn ogen daar. <laughs> Waarom is dat? Niet omdat hij ontslagen gaat worden. Nee. Want dan had hij daar niet gezeten. Nee. het is iets anders. Um, Oké. Okay. Ik kan niks anders bedenken nee, dan dit. Uh, want Want hij zit, 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 ook, laat, laten we het over Starfield hebben. Want yeah. dit, de hele aanleiding voor dit interview is, is Redfall. Zeker. Weet je, de dramatische lancering van Redfall. Ik bedoel, een, yeah. een game van Bethesda uh, door Arcane Studios gemaakt in Austin... Um, game, echt serieus, dat kan gewoon niet. Zo, zo, mm -hmm. zo, zo nee. kut is die game. Als je kijkt ja. wat er online voor beelden uitkomen. Die game is verre vanaf. Waarom moet die game nu uitkomen? Omdat een jaar geleden heeft Microsoft een showcase gegeven... waarbij mm -hmm. ze allerlei titels lieten zien en zeiden... dit is wat er aankomend jaar uitkwam. Niets van die games is <laughs> uitgekomen. Nee. Alleen Minecraft Legends... En nu dus Redfall, die niet klaar was. Nee, allebei Michael. waren niet goed. Allebei waren niet goed. Nee. Uh, met andere woorden, hij, uh, Phil Spencer, is in een jaar tijd niet ingeslaagd om zijn doelstellingen te behalen. Nee. de enige, maar dan ook echt het enige doelstelling wat hij wel behaald heeft, is Game Pass. Dus als Satya Nadella naar hem toe komt en zegt van luister jongens, dit is niet goed. Het gaat niet goed met, met al die titels. Je hebt miljarden uitgegeven en er komt mm -hmm. niets voor terug. Wat de fuck ben je aan het doen? Dan zou dat sens maken. Dat hij vervolgens uh, ook die prijs daarvoor betaalt. Nou goed, ja, die, die miljarden betalen ze natuurlijk voornamelijk voor Game Pass, niet zozeer voor de console, denk ik. Maar um, ik, ik, zit, ik, ik zit wel in de buurt hoor. Want de geruchten gaan, en die geruchten zijn vrij sterk, dat er de afgelopen maand of twee maanden uh, vanuit het bestuur, vanuit het management, dus inderdaad, uh, Nidella en nog een aantal andere gasten, die gaan over Microsoft in zijn geheel. Ook waarschijnlijk de, de, de COO's, de mensen die over de centjes gaan. Um, eigenlijk best wel vernietigend zijn geweest over de prestaties van Xbox. Of het nou ging over de verkoop van de consoles. Of het nou ging over de kwaliteit van de games. Over de hoeveelheid games. Maar ook over de communicatie van die games. Weet je wel, van hebben ze een keer een goede game. Zoals Hi-Fi, dan doen ze het zonder PR. Zetten ze het in. Uh, bij Redfall zetten ze dan weer wel PR in. Hij geeft ook toe van: ja, uh, we zijn eigenlijk te laat in het proces ingestapt. Dus we konden niet zoveel meer veranderen. Allemaal... Wacht even, want hij zei, hij zei niet te laat. Hij, zei, uh, uh, hij had het over de launch van Xbox. Box One. Hij zegt, in dat uh, tijdperk zijn alle concurrenten, de Sony en Nintendo, mm -hmm. begonnen met het bouwen van hun franchises. Tuurlijk. En dat was het moment waarop Microsoft al die studios gesloten heeft. Ja, nee, de, 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 absoluut. Hij, hij, he, we lost uh, the worst uh, generation, weet je die, ja. die zijn ze gewoon kwijtgeraakt. Uh, bij Starfield, zeggen ze, zijn we al vanaf de eerste dag ingestapt door de hele tijd mee te kijken en, en te proberen te sturen. Dat hebben we bij Arkane niet gedaan. Ook daar gaan allerlei verhalen over dat, dat Microsoft al heel snel zag dat het niet tof was, maar dat ze zoiets harder van, oké, okay, fuck it, weet je wel, flikker het er maar uit. Ik bedoel, uh, zijn screenshot, want dat is dan het leuke van Xbox, dat je kan zien wat andere mensen doen. Daar zag je dat hij na 36 minuten of 37 minuten heeft hij Redfall weer ge-installed, weet je wel. Oh ja, hij heeft dat gedaan. Ja, dat heeft hij zelf dan gedaan. Um, <laughs> ja, het zijn dingen. Uh, ik denk dat hij behoorlijk uh, 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 een schrobbering heeft gehad. Zo van: dit, 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 dit gaat niet goed. Hij is onder druk gezet. En wie weet, heeft dat, hebben ze ook wel gezegd: Van jongens, maar echt, als we dit binnen een jaar niet. dan... We, of maar er gaat niks we, meer de, gebeuren. We denken erover om die Xbox dan gewoon te stoppen uh, vanaf het najaar. Want dit, dit gaat ook niet meer. We gaan ook geen nieuwe meer maken. En dat hij soort van teleurgesteld is, kwaad, gefrustreerd. Uh, en dat hij daarom op een of andere manier een beetje. soort van. Zo van, ja, maar jongens, wat verwachten jullie van mij? We, we kunnen ze er niet uit consolen, weet je wel? Wat, wat willen jullie dan? Zo, nee, ja, zoiets. Maar, dat, kijk, het, het, maar het, dat doe je niet. Het, het rare, het dubbele wat ik erbij heb. Ik hou van Xbox. Maar mm -hmm. ik haat Microsoft. Ik bedoel, ik heb ja. niets met die grote Silicon Valley mologen Ik heb niks met Amazon, ik heb niks met Google, weet je. Ik, nee. bedoel, ik heb geen, 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 geen merkloyaliteit naar dat soort bedrijven toe. Nee, maar je je ze hebben ook ge geen consumentloyaliteit. Natuurlijk, niemand je bent, is je bent een Microsoft-fan. Nee. Je. je bent ook geen Windows-fan. Je gebruikt het omdat je gewoon je geeft geeft. Het fuck. kan niet anders. Het kan niet anders, weet nee. je. En dat, um, dat is hoe die, hoe die partijen groot worden. Net als Google, weet je. Ik bedoel, ja. je hebt niet zoiets van, hmm, laat ik vandaag iets opzoeken op internet, weet je wat, ik gebruik Google. Nee, het is de... de ja. Wat gebruik je anders, weet je? Dan moet je echt je best doen om iets anders te verzinnen. En dat is ook oké okay, hoor, daar niet van. Maar anyways, um, dit is een goed voorbeeld van hoe Microsoft Microsoft verstikt Xbox. Xbox kan ja, niet ja, ondernemen. Ja. Je kunt niet ondernemen met Xbox. Nee. Zelfs als je gewoon 100 miljard uh, tot je beschikking hebt om studios over te nemen, dan nog steeds kan je fucking niet ondernemen bij Xbox. Nee, omdat... Het verschil is, uh, Microsoft is een bedrijf wat wat draait om techniek, uh, ja. en en dat kun je met geld redelijk, redelijk pushen, weet je wel. Je kunt redelijk uh, van als jij veel geld en en je en je betaalt gewoon de beste researches en dat soort dingen, dan weet dan kun je dan kun je succes kopen. Entertainment, het is gewoon fucking moeilijk, weet je wel. Uh, je game kan net niet hip zijn, uh, iets kan niet lukken. Uh, je pist naast, naast de pot omdat die andere game zo fucking goed is, waardoor je op dat moment gewoon niet... Uh, de, je, de, je, 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 je moet de juiste marketing doen, weet je. Ik bedoel, voor Windows hoef je geen marketing te doen. Het is gewoon van, dit is het fucking beste programma wat er is. Oh, dan gaan we dat wel kopen, weet je. En bij, Nintendo is, staat altijd achter, achter, zijn, achter zijn entertainment, achter zijn creativiteit. En dat zorgt ervoor dat al die developers gewoon de hele tijd wel die dingen blijven maken op, op hun... Playstation heeft een beetje hetzelfde. Wat ik, wat ik leuk vind, is um, je ziet ook een beetje het verschil tussen communicatie van op dit moment van Playstation en Xbox. Ik bedoel, ik heb een hoop ook aan te merken op Playstation. Ik vind Tuurlijk, ze af en toe ja. veel te koud, veel te kil. Dat ze af en toe echt scheid hebben aan gamers. Phil Spencer laat hier vandaag zien dat hij veel te veel meeleeft met gamers, weet je wel? Bedoel, en dat nee, 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 ja, dat, maar, dat vind ik ook niet. Bij, nee, nee, maar... Maar hij zegt, nou, ja, nee, maar hij zegt wel van... Hey, dude, ik, ik voel dit net zo hard dat Redfall een, 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 geen succes is. Maar waarom is. komt hij game in die staat uit absoluut en ik die vraag stellen is... ze en dat dat daar heeft hij dan wel een antwoord nee, hij op? hij heeft geen antwoord op hij nee. zegt gewoon van ja we, we dat het, het hij zegt het is onze schuld en natuurlijk is het jullie ja. schuld weet je maar ik begrijp niet hoe een game als redvol überhaupt gemaakt had kunnen Om, worden nou ja ja omdat hij zegt dus van het cre hij zegt van het is niet zozeer een technisch het is een creatief het idee erachter is niet goed en dat krijg je gewoon niet meer goed en daar heeft nou, hij ook 100% zijn nou, maar hij in. zegt ook van ja maar het is een unreal game en ze hebben geen support gehad en hadden we meer okay. op moeten ja. zitten we Weet je wat het raar is, ik, ik heb ik wil we zitten al, al, al 25-30 jaar in deze, um, in deze industrie, mm -hmm. en ik ben uh, meerdere keren bij studio's geweest, bij Microsoft Studios over de vloer geweest. Ja, en dan uh, dan praat je bijvoorbeeld met um, medewerkers van Microsoft die vanuit het hoofdkantoor gestationeerd worden bij die studio's mm -hmm. om te zorgen dat de, dat de milestones gehaald worden, dat het hele development proces dat dat zo optimaal mogelijk verloopt. En als er support of feedback of Weet ik wel, ja. informatie nodig is vanuit, maar ik ze het zelf dan zorg ze dat er te komen. Ze zijn een soort liaison. En er was een Nederlander die dat heel lang gedaan heeft. Uh, bij FIFA bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, maar ook bij, bij andere games. En dat het uh, John Dongelmans mm -hmm. en um, uh, Je zag dat die baan was essentieel. Nou, Iemand moet bij Arkane Studios die rol hebben gehad. Die ja. moet de liaison zijn geweest tussen Arkane Austin en uh, uh, Phil Spencer in feite. Mm -hmm. Die moet gezegd hebben tegen Phil: ik weet niet of we deze game moeten uitbrengen. Dit mm -hmm. ziet er niet goed uit. Nee. Uh, laten we dit niet doen. Sterker nog, en daar hebben ze het in het interview ook over. Veel van die games die worden tot in den treur getest door, uh, uh, door 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 door, door Interne teams, er worden ja. zelfs uh, mock reviews geschreven Nou Ja, dat is bizar die... Ja, ja, Double digit, hoger cijfer hadden ze zichzelf gegeven. Het is ook wel weird van wie test in hemelsnaam die game. Nee, 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 ze hebben zichzelf niet. niet nee, Double ja. digit is heel slecht. Van de honderd Nee, 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 gaat... hij, 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 hij gaf dus aan van: we hebben, we hebben interne reviews gedaan en die waren beduidend hoger dan de, de six point mm -hmm, die die nu heeft. Dus zij, zij, oh, zij, ik zij, iets anders. Maar... Nou ja, dat, dat is het raken ervan. Van, dus, dan hebben ze dus ook geen zicht op wat gamers willen of wat kwaliteit is. Ook bizar, Maar goed. Nou ja, goed. Maar wat er dan is. Kijk, luister. Wij zijn. Ik, ik, jij, ik weet je. Ik bedoel, ik heb Red uh, mm -hmm. uh, 20 Twintig minuten gespeeld. En toen was het overduidelijk. Wat, er, ja. wat, een, wat een stinkende hoop. Uh, stront dat was. En, en dan denk ik van ja, dat gaat iedereen zo Het Dus niet als ik nou zo bijzonder ben, weet je, dat is gewoon nee. wat die shit is. Dat zie je gelijk. Dus ook intern heeft iedereen dat gezien. Maar blijkbaar is daar nu zo'n interne druk komen te liggen op dat ja. development proces. Dat dat geluid, dat die kritiek niet doorstroomt tot de top. En dat is insane. En ik denk dat hij. Ik denk dat hij dat. Dat is dus hetgene wat hij niet had heeft kunnen zeggen of mogen zeggen of willen zeggen. Namelijk van. I'm pushed, weet je wel? We moesten ja. het uitbrengen van boven. Dat dat is echt. Als hij dat had gezegd, dan serieus was zijn kop er afgegaan. Ja. Dat heeft hij niet gezegd. Dus hij heeft ik er ik een beetje denk uitge... dat hij, hij is de baas. Als hij dat, ja, hij komt niet en... uit. Kon hij, hij heeft hun gepusht. Hij heeft gezegd: "Van luister, ik heb een jaar geleden heb ik, uh, weet ik veel, uh, twaalf games aangekondigd. Ja. Hij heeft Daar, zichzelf onder druk gezet. Er ja. is niets uitgekomen. behalve Legends die stelde teleur. Ja. En nu dan, dus ze moesten iets doen. Dus dan maar die volkukken geven. Maar dat is dus die. Die communicatiedruk die ze zichzelf. Opleggen en daar zijn ze nu het slachtoffer van. Net zoals dat hij op een gegeven moment toch een beetje positief zegt: Nou ja, goed, dit kwam er een beetje aarzelend uit, maar ik heb die showcase trouwens gezien van 11 juni die we gaan doen en ik ben eigenlijk best wel enthousiast wat we daar gaan doen. Doet hij het weer, weet je wel? Van doe het niet, want maar hij zegt gewoon letterlijk: als het ook al heeft Starfield zulke goede cijfers ja, en dat, dat hij 11 uit 10 ja, krijgt, ja. dan nog steeds doet het niks voor Xbox. Waarom zeg je dat? Wat ja. is dat? Natuurlijk doet het iets voor Xbox. Ja. Iedereen gaat de fucking Xbox kopen als die game 11 uit. 10 krijgt. Hij nou ja, had beter je... wat Prozak van tevoren kunnen nemen. Ja, nee, ik... nee, maar zo, dames, ik weet niet wat. Maar, uh, <laughs> ik, sorry, ik, ik kan ja. er gewoon niet bij dat hij dat zegt. En maar... ik heb zoiets van: hij zegt dat niet alleen maar uit emotie. Als jij zegt dat, zelfs al heeft. Starfield 11 uit 10, dan nog steeds doet het niks. Nog nou, hij zegt letterlijk nog steeds gaan mensen hun PlayStation 5 niet verkopen. Dat wil je nee. zegt, en natuurlijk doen ze dat niet, nee. want die dingen hebben niks met elkaar te maken. Nee, ze kopen ik ga misschien ook, een Xbox bij. Nou, precies, ja. daar gaat het. Gaat erom, wat <laughs> kun jij? Weet je, ik bedoel, als zijn ik, het de twee, zijn het de de mijn, twee meer. Ik ga mijn switch niet verkopen als Starfield 11 uit 10 uh, uh, punten krijgt. Waarom? omdat ik gewoon Zelda ook vet vind, maar ik ga misschien wel nog een Xbox kopen omdat ja. ik ook weet ik veel iemand anders zou blij wil maken met zo'n fantastische. Wa game. Wat hij had moeten zeggen, denk ik, wat veel slimmer was geweest, had gewoon moeten zeggen van, oké, okay, weet je wel, we hebben, we hebben op dit moment zijn we met twee dingen bezig, we hebben die consolemarkt, hebben we die Game Pass, die consolemarkt, gaan we alles op alles zetten om daar gewoon te blijven groeien. Hij had niet moeten zeggen van, zijn we nummer drie? Hij had niet hoeven zeggen, zijn we? We gaan het nooit halen. Hij had ook niet hoeven zeggen, we gaan ooit Sony verslaan. Nee, we gaan fucking uh, daar, daar komen echt games van, van trust us, weet je, geef ons toch nog die mogelijkheid om dat te doen. En Game Pass, uh, dat is voor ons echt uh, de, de allerbelangrijkste schakel, omdat we daar veel breder kunnen gaan, et cetera, et cetera. Maar nu heeft hij eigenlijk al het feit van, ja, je kon... Heel veel reacties waren gewoon ook op het internet van, nou, ik ga mijn Xbox verkopen. Het is klaar, weet je wel, ik bedoel, ja. ik, 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 er komt toch niks meer voor uit. Ja, en dat is een beetje zonde. Ik wil even dit laten zien, want dit, dit laat ook wel een beetje zien op dit moment een beetje het verschil tussen uh, de, 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 hoe Sony dit aanpakt en uh, bad news aanpakt en Xbox bad news aanpakt. en um, Sony doet het op dit moment, uh, de Playstation 5 vliegt de deur uit en hun first party titels verkopen best wel goed. Um, maar wat de laatste tijd, en hebben we het ook wel eens over gehad, wat er ook aan de andere kant gebeurt, is dat Sony toch best wel regelmatig, en dit is de vierde studio die gesloten is door hun, uh, Pixel Opus. En Pixel Opus maakt dus wat meer die Indie games, die, die wat apartere, die wat maffere, die wat, wat, wat innovatievere, die andere type games, ja. die wordt gesloten. Um, daar zijn best wel veel mensen dan weer boos op. Zo van oké, okay, maar of de er komt er ook zo van oké. Okay, PlayStation gaat nu alleen nog maar voor die blockbusters, alleen nog maar blockbusters maken, die hele dure games, en ze gaan vol inzetten op die live service game. Levensgevaarlijk, whatever, maar in ieder geval, het is niet meer divers. Al die kleine ja. games die ze ooit zo vet maakten, PlayStation, uh, die doen ze niet meer. Nou. Wat, uh, dan worden dan vragen gesteld. Hè? Dus ongetwijfeld hebben allerlei media hebben Herman ge Hulst gebeld of Jim Ryan van, hey, kun je een antwoord opgeven? Het enige wat ze doen is krijg je een standaard antwoord. Uh, PlayStation bekijkt altijd uh, heeft, heeft geen voorkeur voor welke game. Dan ook, we kijken gewoon naar het zakelijke kant. Deze studio maakt gewoon niet genoeg winst en daarom is die gesloten. Punt. Dat is wat ze zeggen, ja. Gewoon heel koud, kil, koud. Um... Zoals grote bedrijven. Zoals grote bedrijven. Is dat werken. heel erg? Nee. Uh. Het is wel kut als je fan bent van... Uh, uh uh, concrete genie of zo weet je, ik bedoel dat nou ja, dat snap ik, ik, of... het, 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 jij en ik maken ons wel wat zorgen over van wat als je niks met die blockbusters hebt, het is het, het laat ik zeggen, PlayStation gaat de koers op die, die ook wel gevaarlijk is. En Sean Leden was daar bijvoorbeeld de tegenstander van blijf divers, gewoon veel verschillende dingen. Want als een keer één ding misgaat, dan heb je meteen heb je meteen heibel. Nou, uh, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben een goed voorbeeld daarvan. Uh, ik ben in principe, uh, ik bedoel, PlayStation 4, uh, groot fan. Tot op de dag van vandaag speel ik daar veel op. Uh -huh. um, uh, ik ben een groot fan van. Uh, Days Gone. ik ja. had heel graag een die is ook dichter gaan. Ja, uh, Blend. Um, uh, dus die, weet je, dat, dat Sony stopt dat allemaal. En ik heb tot op de dag van vandaag gewoon niet echt een aanleiding om PlayStation 5 te kopen. Nee. Ik zie dat er populaire games uitkomen, PlayStation 5, maar het is niet voor mij. Ik vind gewoon die Spider-Man en die, die woke rommel uit mm -hmm. die, uh, uh, weet je, van die, 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 last of Us scrap. ik hoef dat allemaal te Maar hier laat bijvoorbeeld. Uh, ...PlayStation wil degelijk een opening... ...voor veel Spencer en te zijn... ...om te zeggen van... ...wij kunnen ze wel outconsolen... ...want wij gaan namelijk wel... ...wij gaan en die blockbusters brengen... ...oké, okay, het is ons nog niet gelukt... ...maar het gaat goedkomen... En we gaan die kleine games uitbrengen, weet je wel? Ja. Want daar hebben we met Game Pass een fantastisch model. Maar dat doet hij niet. Terwijl PlayStation heel koud eigenlijk alles wat risicovol is. Want dat is tegenwoordig echt een linkwoord in deze recessietijd. Ik snap het ook allemaal. Grote publishers. Je neemt zo min mogelijk risico. Dan is het veiliger om uh, God of War 17 te doen. In plaats van Concrete Genie, wat nieuw is. Met Game Pass heb je dat model. Wel in handen, weet je wel. Waarom, gaat hij, waarom probeert hij dat wat goede politici en voor mij zijn uh, van dit soort mensen zijn eigenlijk gewoon politici? Je moet het spinnen. Waarom gaan ze dat gesprek niet die kant opleiden? Van ja, maar kijk wat we allemaal met Game Pass kunnen doen. Kijk eens naar al die developers die het tof vinden om met ons samen te werken. Nee, wat hij zegt ja. is eigenlijk gewoon. Ja, het is het. Het is een bizar interview. En ik heb ook het idee, hopelijk, dat hij s ochtends wakker wordt en denkt: fuck. Over veel nou ja, spullen. Nee, ik, ik, ik heb dat wel eens, weet je. Soms ben je zo opgefokt en boos dat je dingen gaat roepen. Dat je denkt: Oh, dude. Ja, maar niet op dit niveau. Nee, nee, dan, maar dat, dat doe ik van jij je... en ik, tuurlijk, weet je. Maar zelfs als me een item zouden opnemen, dan zei je eerst eens van... Nou, ah, weet je, laten we dat gewoon even vanmiddag doen, weet je. Ja, het, hoort, op, het, hoort, het hoort bij dan, je functie. Ik uh, bedoel, uh, 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 ja, jij bent ook uh, eigenaar van een bedrijf. Ik ben hoofdredacteur, weet je. Zelfs dan moet je gewoon. Als je jezelf controle niet hebt, als je frustratie niet zakelijk een beetje kan inkapselen, mm -hmm. dan moet je dat werk niet gaan doen. Want je ja. komt, je komt onrecht tegen, je komt frustrerende dingen tegen. Ik snap veel Spencer in alles, weet je wel? Ik geloof echt oprecht dat hij het beste voor heeft met games, dat hij heel graag wil, maar hij loopt tegen bepaalde problemen aan en uh, dan is dit niet de oplossing, want dan maakt het alleen nog maar erger. Ja. Um, ja. It, ja. Is, nou ja, goed. Het, ja. het, 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 is, uh, um, het, het is pijnlijk. Um, uh, ik, ik bedoel, we gaan uh, de, de E3-periode tegemoet. Er is dan wel geen E3, maar, mm -hmm. zeg maar al die grote bedrijven, al die uitgevers komen met shows en showcases. Xbox ook. Ja, um, daar staat de druk nu vier keer op. Ja, daarom. <laughs> ik bedoel, ja, weet je, ze, hij heeft de boel wel echt op scherp gezet. Ja. En ik denk, als Microsoft, dat, dat, dat denk ik als Microsoft besluit om een stekker uit Xbox te trekken. Denkende dat Game Pass kan bestaan zonder Xbox, mm -hmm. dan hebben ze een, maken ze een grote vergissing. Game Pass heeft geen bestaansrecht zonder Xbox. Ik, Zelfs als Game Pass op PlayStation komt. Um, ja, ik denk, ik, ik wil daar aan toevoegen, nog niet. Ik denk dat, op een, cloud is nog lang niet groot genoeg. Uh, dat ze denken, als dat misschien mogelijk is... dat je het op alle devices gewoon hardcore kan spelen. Wie weet, maar zeker nu niet. Ik denk dat console nog steeds je uithangbord is. Tuurlijk. Wel. Um, en het is ook gewoon, je gaat een hele generatie gamers... Uh, daar ga je tegen lopen. die nog lang niet klaar zijn ik, voor cloud gaming. Ik, ik, geloof, ik geloof bijna niet. Ook gezien het feit dat ze net in Engeland... Eh, want dat is ook nog een andere theorie. Hè, dat Phil Spencer... Ja eigenlijk ingefluisterd is, maak jezelf klein. Maak, maak jezelf klein, want dat hebben we nodig voor de CMA. weet je wel. Dat, nee, dat, klopt. je dat, gaat niet dat je is het merk er. zo beschadigen voor okay. deze stomme zaak. Dat, nee. dat, 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 dat dacht ik ook niet. Wel is het zo dat ze uh, vorige week echt een peperduur advocatenkantoor uh, in, in de hand hebben genomen in, in UK, omdat ze, die ook al meerdere processen tegen de CME en eigenlijk een heel hoog succesverhaal heeft. Uh, mm. Um, aan de andere kant, de deal is nog niet door. Het kost ze 3 miljard. Dat is voor hun echt serieus helemaal niks om daaronder uit te komen. Ik bedoel, dat is kut voor Activision Blizzard, Die hebben het grootste probleem. Uh, Microsoft op zich niet. Dus het zou wel kunnen. Maar het lijkt mij op dit moment dat ze nog net dat, 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 dat horizon, dat ze daar toch nog wel wat zien. Uh, zeker met cloud. En uh, entertainment is altijd een beetje jouw jou, jou RAM. Uh, hoe heet het nou? Jouw stormram om ergens naar binnen te komen. Ik bedoel, je gebruikt je mobiel zeker ook zakelijk, maar vooral om entertainment mee te genieten. Ja. Dus, um... Maar ben je het niet met me eens? Hè? Die theorie dat Microsoft van de Xbox nee, hardstyle platform af wil. Ja. En gewoon alleen nog met Game Pass door. Dat is eigenlijk wat Google namelijk ook probeerde met hun stadia. Ja, en dus... dat, wij hebben het hier wel eens over gehad met de Wii U. Op een gegeven moment toen het ook zo slecht ging, dat eigenlijk ook heel veel mensen zeiden van waarom stoppen ze niet met die fucking hardware? Waarom gaan ze dan gewoon hun games niet uitbrengen voor iedereen? Want hoe, ja. hoe fucking groot wordt Mario dan wel niet, weet je wel? En uh, dat vond iedereen eigenlijk heel Heel slim en heel goed. Totdat de Switch kwam. en iedereen zoiets had van. nee, natuurlijk moeten ze het ook helemaal niet doen. Ze hebben het niet meer nodig. Ze hebben het nu niet meer nodig. Deze. Nee. En Microsoft zit. heb je wel een punt van. Uh, uh, PlayStation weet donders goed dat zij niet. De, in de cloud kunnen concurreren. met. met het zij Xbox. het zij Google. Amazon. of wie het ook gaat zijn. Uh, zij, zij, ze, ze zitten aan die fucking. Dat, die, die console vast. Op het moment als zij een deal kunnen sluiten: van oké, okay, Game Pass op de console, en wij doen onze eigen games erbij, en jullie doen gewoon geen console meer. Maar, la, maar ja, als, je is... de, als je nou naar die hele CME-zaak kijkt, ja. gewoon vanuit het perspectief dat deze onderhandeling op de achtergrond speelt, zou, zouden ze denken: zou naar nadele denken: oké, okay, dit gaan we niet winnen? We gaan het gewoon niet winnen op nee, deze maar hij, manier. Voor hem winnen is iets heel anders. Weet je? Hij verdient zich groen en geel met die cloud nee, je, je, uh, diensten. Ja dat vast. weet ik. Maar we hij, gaan... hij is niet geïnteresseerd in de Xbox hardware platform. Nee, maar maar dat precies, dus dus op, deze, op deze manier gaan we die cloud gaming. Of, whatever, of gaan we cloud niet groter maken dan we nu zijn. Dus misschien moeten we deze weg niet ingaan. Ik heb geen zin aan, aan al die processen. En maar die laat, wat hij heeft hij gezegd altijd? 2 miljard cloud gaming klanten. Drie miljard. miljard. Hoe ja. kom je daar door gewoon... Die, die, die game test, overal, die, overal die, in die te dienst, drukken. die gaat overal in. Die gaat ja. op je Samsung televisie, op je LG televisie, op je mobiele telefoon, op een Sony PlayStation. Zometeen dat gaat u En waarom lukt het niet met die Sony PlayStation? Wat is natuurlijk zijn core doelgroep? Dat zijn gamers ja. omdat ze een concurrerend hardware platform hebben. En misschien hebben ze zoiets van: ja. Weet je, Sony met hun software platform. Dat werkt helemaal niet goed. Dat nee. is gewoon, en ze hebben het alles geprobeerd met Nintendo. Ze hebben ja. Nintendo benaderd en gezegd: laat ons jullie online platform bouwen. Want jullie kunnen het zelf niet. Het uh, uh, was een goed idee. Daar was niks mis <laughs> mee. Want inderdaad, Nintendo kon het niet op dat nee. ogenblik. En nu pas zijn ze een beetje die kant op aan het groeien. Ja. Nintendo is gelukkig zo eigenwijs dat ze het niet doen. Want anders was Nintendo Nintendo niet en, meer. Nee, en, en zij hebben ook niet. De, de noodzaak van een enorm cloud systeem. hun games zijn, wat dat betreft. draai je daar niet om. Er worden veel meer local gespeeld en dat soort dingen. Dat online gedeeld is. Veel kleiner. Ik bedoel, PlayStation heeft dat nodig. Ik bedoel, ja. iedereen speelt bijna online met zijn PlayStation. Dus nee, ik, ik bedoel, ik vind het een goed punt van jou. Er uh, is iets. Er is iets. Er wat is bij ons? Spencer ja, dwars, jongens. Oh, wow. Laat het weten ja. in de comments. Wat is er met Phil Spencer? Waarom oh, zit hij bijna te huilen <laughs> en te zeggen dat ze nooit meer dan een derde positie zullen bereiken? Hoe kun je dat zeggen, tenzij je zeker weet dat het nooit gaat gebeuren, omdat de stekker eruit gaat? En ja. dit was het. Oké. Okay. Nou, dat is de weten. zekerheid. De enige zekerheid die die kan hebben. Wie weet. Volgende week nieuwe Show... en dan gaan we kijken of Phil Spencer er nog steeds zit.